Wist u uiteindelijk blijd, tocht los dat als net winst. Wat is het gevoel? Nou, een beetje heen en weer. Eerste helft hebben we net zoveel in de melk te brokkelen, zoals ze heel mooi zei. Maar nee, de tweede helft wie een stuk beter. Ja, het hing het altijd van moment nou. Zeg maar, die 2-0, nou goed, die moet ik dan voor omzien, maar die vrij maar redelijk onnozele goal, vond ik dat. Nou, dan dacht hij van, nou weet ik het net. En ja, bij mij is die fut aan, maakt het Robert een aardige goal. Ja, wel aardig, hè? Ja, die ziet er wel aardig in. Nee, geweldige goal. En nou ja, en dan kerst je hem dat in één keer alles gewoon wat fut is. En dan heeft ze iets van, nou, het kan. Nou ja, zij erin en waarom. Zijn mij die fouten en dan... Ja, dan wordt het lastig, want dan ben ik weer bij ons die binnen tot gotje goens is, maar... Nou goed, we hebben eigenlijk geen kans meer, echt kans meer gaan volgens mij. Ja, wat gerommel in een zegtje. We hebben wel een vrije trap hebben trouwens, 12 minuten voor tijd op een zegtje met Robert. Maar goed, dat er net daar. En dat gevoel is op zich prima. Dus daar zaten wij de laatste 24 minuten spelen, dat we dik voor waren. Je staat in mijn plan de wedstrijd in, maar het is altijd zijn ploegen die in de competitie zitten. Min of meer liekwaardig. Ja. Dit is totaal oors natuurlijk. Wordt dat plan ik oors? Wat doorst? Wat... Nee, het plan wordt net volle oors. Hè. We zijn van hoe dan ik, we hebben hier voor jouw toers masten en we willen in ieder geval zorgen dat we druk zetten. Nou, dat hebben we een aantal keer een goed dien. Alleen dan rist ik het risico op het moment dat ze druk zet en zijn voetballer zich er onderuit. Dat is dan roemt het voor jou als een middenveld. Nou, en dan horst het net vol. En dat is ik logisch, het is aan ploeg. Nou, en verder binnen ding eigenlijk gewoon leek als in een competitie. Dus dat is net zo volle oors. Dan is het wel mooi dat het laatst van bloed, hè? Gelukkig wel, ja. Meest blauwe dan ik. En ja, dan het kan nog gebeuren, hè. Ja, dan kan een bal die kan goed vallen. En nou ja, dan zoals nou verlengen uitslepen kennen. Maar goed, helaas, het heeft niet zo mogen zijn. En Safir is net, maar nee, ik heb wel in die reactie hartstikke vooral een goed gevoel hoor. Ja, op zich hebben wij het prima verkocht, denk ik. En het is inderdaad zo dat we een zeer behoorlijke wedstrijdspeler hebben. Tjen een goede ploeg, een eredivisionist. En ja, nou ja, daar hebben wij, ik in ieder geval, wel een goed gevoel in oren houden. Maar de meeste jongens ik, ja.